De laatste aflevering van dit seizoen begint voor de dierenarts bij de nijlpaarden. Zo. Kom maar. Later in deze uitzending zien we hoe baby-olifantje Madiba gewassen en gewogen wordt. Ja. Gaat Sjaak nog langs bij een impala met een bot in zijn keel? Wat een stom gezicht. En in Dierenrijk is er twijfel over het geslacht van de ijsbeertjes Nick en Simon. Wie weet wordt het wel een Nicky en Simon. Maar zoals gezegd, we beginnen in het safaripark. Waar dierenarts Sjaak op zoek is naar nijlpaard Merlot. Maar dat is nog niet zo makkelijk. En waarom ik hier aankom is dat die kleinste die we hebben, die Merlot, ja, die heeft geen concurrentie. Er zijn geen andere mannen. Dus hoe klein hij ook is, hij begint nu al te... Nou, zeg maar sodemieter, hè. En ik wilde dat eigenlijk zien, want die dierenzorgers hebben mij gewaarschuwd. Ja, hij probeert echt van alles en nog wat. En ze denken zelfs dat het hem gelukt is. Ik had nog niet verwacht dat hij ertoe in staat zou zijn, want het was toch echt maar een minkukel ook toen hij binnenkwam 2 jaar geleden. Maar het gaat bij dieren soms verbazendwekkend snel. En als het zo is, dan hebben we natuurlijk over 8 maanden... Weer beschuit met muisjes. Dit zou mooi nieuws zijn voor het safaripark. Want kosten nog moeite zijn gespaard om de nieuwe bewoners van het verblijf in Hilvarenbeek te krijgen. Het was een lang gekoesterde wens om hier nijlpaarden te halen. En ik weet dat we Juliette hebben gehaald. En dat was al hartstikke leuk uit België. Volgens krokodillen. Uit heel ver weg in Frankrijk. De Citatungas, de Letswie. Ja, en wat wil je dan? Dan wil je ook dat een vervolg krijgt. Dus als Merlot het lukt, en anders als hij het over 4 maanden doet, vind ik het ook prachtig. Maar dan kunnen we volgend jaar in ieder geval jonge nijlpaarden kijken. Merlot blijft nog even spelen en spartelen met de vrouwtjes Atia en Vita. Of het tot jonge nijlpaardjes leidt, is dus nog maar de vraag. Want Merlot is nog geen 3 jaar. Maar je weet het nooit. Bij de olifanten was er dit voorjaar al wel een mooi succes te vieren. Madiba werd geboren. Terwijl de verzorgers Luc en Yvonne het voer klaarmaken voor moeder Punda, haalt haar dochter de voedingsstoffen nog uit de melk. Daarna kan de dagelijkse training beginnen. Niet met ze drinken? Nee, dat was hem. Nou, het is natuurlijk een beetje lastiger trainen, want Madiba die loopt natuurlijk in de weg. Die snapt er allemaal nog helemaal niks van. Je kan het echt vergelijken met een klein ondernemend kind eigenlijk. Ze vindt alles leuk, alles interessant, heel erg ondernemend. Terwijl zij probeert heel rustig en kalm de trainingen voor te zetten. Tijdens de trainingen worden de olifanten ook meteen gewassen. Met een hoge drukspuit. Ja, die gebruiken we juist voor de olifant om de dode huidcellen eraf te krijgen. Want als ze bijvoorbeeld buiten modderen of baden en ze komen naar binnen en ze kunnen het dan niet binnen of buiten op een natuurlijke manier eraf schuren, dan helpen we ze daar even een handje bij door het met de hoge druk eraf te spuiten. Want als het blijft zitten, dan zou onder die droge huid ontstekingen kunnen ontstaan. En dan willen we natuurlijk voorkomen. Nou, dan zullen we eens gaan beginnen. Punda neemt plaats voor haar wasbeurt. Goed zo. Wist je trouwens dat de huid van een volwassen olifant wel 3 centimeter dik kan zijn? Van de hoge druk merkt ze dan ook weinig. En Madiba vindt het alleen maar leuk. Dit is de lean-in-positie, zodat we er goed bij kunnen. Maar soms staat ze dan natuurlijk wel eens tussen. En dan is het voor Punda heel lastig. Duikt ze er weer onderdoor. En ze gaat ook maar even door de wasstraat. Straks zie je hoe het baby-olifantje wordt gewogen. Maar ook hier staat haar nieuwsgierigheid in de weg. En de camera. 1, 2, 3. Verzorger Sarah is ondertussen met een emmertje voer aangekomen bij het eiland van de Berberapen.
En alsof ze weken niet gegeten hebben, komen ze meteen op de snacks af. Hallo jongens! Fruit en groente in dit geval. Goed hoor, komen jullie ook? Kom eens kijken! Ze komen wel meteen langs. Ze zien iemand die ze een beetje kennen. Ze zien iemand met een emmer en dan komen ze wel meteen even kijken. En dan kan ik meteen even mooi naar hun kijken, want er is 3 dagen geleden een babyaapje geboren. En gewoon ter controle is het natuurlijk goed als je er langs loopt om meteen even te kijken hoe het gaat. Het is een ervaren moeder, dus ze weet wel wat ze nu zien. Het ziet er ook wel goed uit. Helemaal goed. De berberaap is de enige wilde aap in Europa. Namelijk op de rots van Gibraltar, het onderste puntje van Spanje. Ze leven in groepen van 7 tot ruim 40 apen bij elkaar. Het zijn hele sociale apen en die andere apen uit de groep die willen ook heel graag dat kleintje vasthouden. Beetje net als bij mensen wil je ook wel graag een babytje vasthouden. Nou, dat is hier ook. En ik denk dat het babytje nu nog een klein beetje te klein is, maar misschien volgende week dan zullen alle apen om beurt wel met dat kleintje rondlopen en dat geeft ze status. Dus ze zijn heel geïnteresseerd, maar ze zijn ook een beetje hebberig. Ze willen graag een kleintje vasthouden. Ja, de berberapen hebben verder niet zo heel veel zorg nodig. Als ze op tijd eten krijgen en hun hok wordt schoongemaakt, dan is het al lang goed. Nou, het kleintje zit er prima bij, die zag ik net drinken. Dus gaan we weer gaan. In de Beekse Bergen is dierenarts Sjaak op weg naar een lastige patiënt. Een onfortuinlijke impala heeft per ongeluk een verkeerde hap eten binnengekregen. Impala's zijn niet de makkelijkste dieren, want het zijn echt prooidieren. Dus ze gaan ook maar, het minste wat het geringste doet, dan slaan ze op de vlucht. Dus ze zijn, als het goed is, hebben ze nu dat dier al apart gezet van de rest van de groep. En dan is het altijd een beetje spannend om hem te verdoven, want die dieren beginnen gelijk als een gek te springen. Maar dat gaan we zien. Hoe lang zit het er nu al? Waar ik weet, vanaf gisterochtend dan. Toen al? Ja, zo is ze binnengekomen. Nou, gaan we kijken. Het bot zit het dier nu al anderhalve dag in de weg. Wat een stom gezicht. Ze zal dan ook flink honger hebben. Maar omdat deze antilopensoort zo enorm schuw is, moet Sjaak de impala eerst verdoven voordat hij kan helpen. Ook dit is riskant. De pijl kan het dier zo aan het schrikken maken dat ze instinctief probeert te vluchten. En dus hard in aanraking komt met het ijzerwerk. Och man. Zag je dat hij er bijna aan sprong? Rustig. Dieren hebben geen verdedigingsmechanisme. Ze kunnen niet bijten, ze kunnen niet krabben, ze hebben geen horens. Dat is het enige wat ze kunnen doen, net als een konijn. Weg. Ja, en dat botje wat er dan uitsteekt is natuurlijk ook een beetje stom. Hè? Wat moet nou zo'n impala met een spare rib? Maar heel vroeger was het safaripark in 1968 begonnen, dus dat is bijna 50 jaar geleden, puur als leeuwenpark. Er waren tientallen leeuwen. Dat was het enige wat te zien viel. Daar kwamen alle mensen naartoe. Dat betekende wel, die kregen natuurlijk altijd vlees en botten en noem maar op. Dus dat hele terrein nog in dat zand vind je her en der nog gewoon botten van de leeuwen van heel vroeger. Ja, zo'n impala is natuurlijk een beetje dom dat hij denkt van laat ik ook eens kijken hoe dat is om spelen te eten. En eigenlijk is dat wel weer iets komisch, terwijl in de natuur zou ze ten dode opgeschreven zijn. We laten de impala even rustig in slaap vallen. Voor Punda en Madiba staat de weegschaal intussen klaar. Voor de moeder is het dagelijkse routine. Maar haar dochter snapt er nog maar weinig van. Het is de bedoeling dat ze een beetje in het midden staat. Maar de randen zijn heel interessant, zie ik. Madiba, kom eens hier. Ze drinkt eigenlijk alleen maar moedermelk, want vastvoedsel kunnen ze nog niet aan. En kent ze ook helemaal nog niet, doet ze echt niks mee. Ze speelt wel heel stoer met takjes en dingetjes, maar ze eet er niks van. Dus het is puur moedermelk, maar die is natuurlijk wel heel rijk aan voedingsstoffen. En die borstvoeding gaat gewoon voortreffelijk. Maar dat is ook wel te zien, hè? Is het je trouwens opgevallen dat de tepels van een olifant tussen de voorpoten zitten? Maar die...
In vergelijking met haar moeder ziet Madiba er natuurlijk heel klein uit. Toch is ze al behoorlijk gegroeid. Zo ja. Bij de geboorte wegen ze gemiddeld rond de 80 tot 100 kilo. Maar Madiba was al meteen 130. En ze is nu al 35 kilo aangekomen sindsdien. Dus dat gaat de goede kant op. Het lijkt erop dat de meting bij de moeder er wel eens 20 kilo naast kan zitten. En nieuwsgierig als ze is, moet Madiba meteen even snuffelen. Maar gelukkig snapt ze al snel dat ze daar niet van zal groeien. Oké, kom maar. Goed zo. Kom maar, Madiba. Goed zo, meid. 40 kilometer verderop zien de jonge ijsbeertjes Nick en Simon verzorger Jeroen aankomen. Hij is naar het verblijf gekomen met een nijptang en een plastic zakje. Er is namelijk twijfel ontstaan over het geslacht van de ijsbeertjes. Een lekker broodje? Om het zeker te weten, moet Jeroen proberen haartjes te plukken. Hiermee kan dan DNA-onderzoek gedaan worden. Wil prima lekker een broodje? Kom maar. Ja, het ziet er een beetje gemeen uit, maar in verband met het verwantschap, het onderzoek, hadden ze mij wat haartjes gevraagd van moeder. Of dat Nick en Simon wel echt Nick en Simon zijn. Want wie weet wordt het wel een Nicky en Simone. Nu zijn de ijsbeertjes afgelopen winter tijdens het chippen al goed bekeken. Eerst door Sjaak en later door Stefan. Twee mannetjes. Toen was wel duidelijk dat de ijsberen hetzelfde geslacht hebben. Maar nu ze een stuk groter zijn, hebben zowel verzorgers als bezoekers Nick en Simon zien plassen op een manier die weer typisch is voor vrouwtjes. Daarom wordt een extern bureau gevraagd om uitsluitsel te geven. De vorige keer hadden we een dame en een heer. Als we nou twee dames hebben, is hartstikke leuk. Voor het fokprogramma is het ook hartstikke interessant. Dus je hoort ons ook niet klagen als er twee vrouwen zijn. Nou, jij nog? Die had je niet aan zien komen. Ja, prima. Had wel handig geweest als jij het even kon vertellen. Hè? Bij de Impala in het safaripark is er ondertussen een aangename ontdekking gedaan. Echt waar. Ik heb hem gewoon uitgesprongen. Kijk, dit vind ik nou leuk. Door die sprong en de paniek is het stuk bot eruit geschoten. Zelftherapie heet dat tegenwoordig. Je hebt toch ook van die zelfhulpgroepen. Nou, dit is dus een groep Impala's die zichzelf weet te helpen. Onze spare rib. Mooi souvenir. En omdat het botje geen schade heeft achtergelaten, kan Sjaak het dier meteen bijspuiten. En dan mag je over 1,5 minuut opstaan. Voor de dierenarts een makkie dus. En voor de Impala is het eindgoed al goed. Nou, in de 37 jaar dat ik dit werk doe, is dit de meest eenvoudige klus geweest. En ik vind eigenlijk dat vanaf aanstaande maandag al dat werk zo zou moeten zijn. Maar nou snap je ook waarom ik die grijze haren heb gekregen. In Nuenen is ondertussen de uitslag bekend van het DNA-onderzoek. Omdat het pauze is, kan Stefan meteen het personeel inlichten. Ik heb goed nieuws. Het zijn twee meisjes. Echt? Ja. Oh, wauw. Dat is leuk. Yay! Yay! Goed, hè? Ja, dat is mooi. Dus Nicky en Simone. Ja, gaan we naar Nicky en Simone toe. Wie doet belletje naar Volendam? Dat mag jij doen. Oh. Dus we blijven portemonnee. Oké. En zo komt dit seizoen van Komt een aap bij de dokter tot een eind. Kom maar, boef. Er gebeurde van alles. Er was spanning, vertedering. Ze slapen allebei. En humor. Met de dieren altijd in de hoofdrol. Tot volgend seizoen. Houdoe.